Ik ben Rick van Banjo Town. Welkom bij een nieuwe Rick's avonturen. Dus. Vond je het intro mooi? Ik had het niet beter gekund. Wil je het proberen? Nee. Wie niet waagt, wie niet wint, hè? Ja, ik vond het al perfect. Dan verliezen we maar. Wie die waag niet. Ja, ik had eigenlijk één brandende vraag in het algemeen. Ik heb natuurlijk ook de New Kids films gezien en nu natuurlijk jullie Bros Before Hoes. En dat is één vraag die me echt brandt al tijden. Als een man dan zijn piemel laat zien, is dat dan echt zijn piemel? Of is dat dan, want ik zou het niet fijn vinden als iedereen weet hoe groot mijn piemel is, zeg maar, van de hele wereld, in Nederland. Je hebt een kleine lul, begrijp ik hieruit. Nou, ik vind het gewoon niet fijn dat iedereen het weet. Dat je een kleine lul hebt. Is het echt diegene piemel of niet? De pik van Huub die je altijd hebt gezien in New Kids, heb je altijd, zag je, dan is het zijn lul. Omdat het low budget is. Omdat het gewoon een totaalshot is. Je gewoon ziet dat die lul aan zijn hoofd vast zit. Zeg maar deze lul is niet, alle twee lullen die je hebt gezien zijn niet echt van hun. Van iemand anders, je hebt echt een lulacteur ingehuurd. Ja. Simpeler is het niet. Is het dan een kutbaan of is dat een pikbaan? Ja, wat denk je zelf? Tyfus. Maar, heb je ook een andere vraag die niet over piemels gaat? Eventjes later. Zou je liever een hele kleine piemel hebben en dat de hele wereld denkt dat je een grote piemel hebt? Of andersom? Nou, wat ik zelf heel tof vind is dat je gewoon, zeg maar, halverwege de film, dan zie je echt dat die broer, zeg maar, er ontstaat frictie. Waardoor je echt gaat denken van, wow, weet je wel, blijft het overeind, die vriendschap? Kijk, hij is natuurlijk geadopteerd, weet je wel. En ik ben wel benieuwd hoe dat dan afloopt. En ik merkte wel dat, ik heb erbij gezeten ook tijdens de film, dat mensen wel leuk reageerden. Dus je zou liever de kleine piemel hebben? Qua weer ook, weet je, als je kijkt naar gewoon, ja, het is heel wisselvallig altijd in Nederland sowieso. Koud, laatste tijd sowieso. Nee, wil jij dan nog antwoord op de piemel vragen? Ik sluit me graag aan bij Tim's antwoord. Ja. En nog één vraag, Jan, heel snel, ja of neetje? Speel je ook Minecraft? Soms. Je hebt gespeeld? Soms. Echt waar? Ja, ik vind het echt super vet. Echt super vet? Ja. Beter dan deze film? Ja, sowieso. Oké, dus ik kan beter gewoon thuis blijven en Minecraft spelen, jongens. Doe het. Dit is een kutfilm. Echt kut. Ik wil jou bedanken voor alles. Voor dit fantastische gesprek. En als je nog een keer over piemels wil praten, therapie.